Het is geen nieuws meer, of het mag geen nieuws meer zijn. Het asbestattest is verplicht sinds 23 november 2022 voor elk pand, voor elke eigendom dat ouder is of in gebruik genomen is voor 31 december 2001. Overdracht is niet alleen verkoop. Een asbestattest is ook vereist bij een schenking, een erfpacht, maar ook bij een fusie van een vennootschap. Wanneer men een onroerend goed wil inbrengen in de vennootschap, is tevens ook een asbestattest vereist. Het gebouw moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. Zoals ik reeds zei, het moet ouder zijn dan 2001. Het moet toegankelijk zijn voor mensen, gemiddelde lengte 1,75 meter, en een oppervlakte van minimum 20 vierkante meter of gelijk aan 20 vierkante meter. Er zijn een aantal belangrijke tijden die u moet onthouden. Eerst en vooral vandaag. Als u vandaag uw huis wilt verkopen, uw pand wilt verkopen, overdragen, dan hebt u nu een asbestattest nodig bij het ondertekenen van een compromis. Ook de notaris zal geen akte verlijnen wanneer er geen compromis met het attest aanwezig is. 2032, elke eigenaar die niet van plan is van verkopen, nog renovatiewerken uit te voeren, zal toch tegen eind 2032 over een attest moeten beschikken. 2034, ook een belangrijk jaar. Wanneer men nu via het asbestattest te weten is gekomen welke toepassingen in de buitenschil en ook binnen de makkelijk bereikbare asbesttoepassingen moeten verwijderd worden, is de uiterlijke datum 2034. Ik vergeet nog een belangrijke, 2025. De gemene delen moeten vandaag de dag nog niet opgenomen worden in een attest. Het mag wel. Maar u heeft tijd tot mei 2025 om dat uit te voeren. Als laatste, 2040, de Vlaamse regering heeft dus de bedoeling, de intentie, om alles in kaart te brengen, zodanig dat in 2040 alles is gekend over de asbest in Vlaanderen. De kans is groot dat er in uw eigendom asbesthoudende toepassingen zullen gevonden worden. Afhankelijk van de risico-evaluatie, hoog, en uiteindelijk wat men vindt aan de buitenschil, de leien, de golfdaken, de gevelbekleding, heeft men tijd tot 2034 om dat te verwijderen. Men heeft de bedoeling, de eigenaars, om dat uit te stellen. Dit is geen goed idee. En waarom dat is een goed idee is, omdat men vandaag de dag kan onderhandelen over de prijs, maar hoe langer dat men wacht, hoe minder dat men de kans heeft en op een zeker moment gaat men moeten blij zijn van iemand te vinden die het kan verwijderen tegen 2034. Wel, de codex dateert reeds van 1996 en het gaat over het welzijn van de werknemer op het werk. De zaakvoerders van de bedrijven die renovatiewerken hebben aangenomen, hebben de verplichting van een inventaris te maken of uiteindelijk de eigenaar van een inventaris te maken zodanig dat ze weten in welke delen van het huis, in welke delen van het gebouw er uiteindelijk asbesthoudende toepassingen zitten, zodanig dat er geen blootstelling is aan de vezelemissie naar de werknemers toe. Dit geldt niet alleen voor de asbesttoepassingen, maar ook voor de tools en andere toepassingen die men zal vinden onderweg naar de inventaris. De overheid heeft de rol op zich genomen om de bevolking te sensibiliseren, te informeren, en uiteindelijk ook wegwijs te maken in deze problematiek. Met de bedoeling om Vlaanderen asbestveilig te hebben tegen 2040. Ondanks deze inspanningen van de overheid is het toch onthutsend vast te stellen hoe weinig er geweten is bij de verschillende lagen van de bevolking. Hoe weinig het gevaar van asbestvezels bekend is voor de gezondheid van uw familie, van uw kinderen en het gevaar voor het milieu. Daaraan moeten we iets doen en daarom creëer ik deze podcast. Ik verwacht van u veel pertinente vragen. Ik kan podcasts vullen, uren aan een stuk, maar wat belangrijker is, is dat u een antwoord krijgt op uw vragen. Daarom is het belangrijk dat u mij volgt via de sociale media en u zal in de toekomst een antwoord krijgen zodanig dat u geïnformeerd bent en u direct aan de slag wilt met een asbestattest. Ongetwijfeld wortelt u met veel vragen. U bent op onderzoek geweest, u hebt zich willen informeren, maar nooit het antwoord gevonden. Daarom deze podcast en ik ga u antwoord geven op al uw vragen in verband met prijszettingen, juridisch advies, waarom we deze economie, asbesteconomie, zijn terechtgekomen, waarom de overheid zoekt naar een asbestveilig en niet een asbestvrij Vlaanderen
en nog vele andere onderwerpen die aan bod zullen komen. Wel, ik kan dit even illustreren met een aantal cijfers die zeker niet bekend zijn bij de bevolking. Je moet weten dat vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 1980 er ongeveer 2 miljoen ton aan asbestvezels geïmporteerd zijn vanuit verschillende landen. Ik noem een aantal: Rusland, Zuid-Afrika, Amerika, maar ook binnen Europa toen, Italië, waren bekende leveranciers van asbestvezels. Vandaag de dag zijn er 2,9 miljoen gebouwen in Vlaanderen waarin er asbest zit. In die 2,9 miljoen gebouwen zit er 2,3 miljoen ton aan asbesttoepassingen. Van die 2,9 miljoen gebouwen zijn er meer dan 350.000 niet-residentiële. En daaronder versta ik scholen, bibliotheken, maar ook schuren, ateliers en fabrieken. Je mag niet vergeten dat er in totaal 3.500 toepassingen en misschien wel meer gemaakt geweest zijn op basis van asbest. Uiteraard, deze 3.500 verschillende toepassingen vindt men niet terug in een huis of in een appartement. Men vindt die overal terug. Men vindt die terug in de bouw, in de industrie, in de scheepsbouw, in de auto-industrie, zelfs in de huishoudtoestellen. Ik denk aan broodroosters, aan elektrische vuren enzovoort. In de landbouw vindt men ongeveer 80 miljoen vierkante meter aan golfplaten die met asbest gemaakt geweest zijn in het verleden. 80 miljoen vierkante meter. Men vindt die terug op hangars, op schuren, maar ook bij ons. In de kleine huizen vindt men tuinhuisjes met golfplaten. Nu, door de jaren heen, want de meeste van die golfplaten liggen al 20, 30 jaar, maar zijn ondertussen beschadigd, zijn onder invloed van zure regen, zijn die zo beschadigd dat die vezels loslaten. En vezels dat ze loslaten is niet te onderschatten. Elk jaar komen er 230.000 kilo aan vezels vrij in de atmosfeer, in ons leefmilieu. En als u weet dat een vezel 1/2000ste is van een mensenhaar, kan u misschien een klein beeld vormen in welke maatschappij wij momenteel leven en aan welke gevaren wij zijn blootgesteld. Er is geen ondergrens. Eén asbestvezel is voldoende om ziektes op te lopen. Nu, er zijn er een aantal. We hebben metholioom, asbestose, longkanker, buikvlieskanker, longvlieskanker, strottenhoofdkanker, keelkanker en zelfs eierstokkanker. Vele van deze ziektes hebben een incubatieperiode van 20 tot 30 jaar. Soms gaat dat wel naar 50 en 60 jaar. Nee, men kan er niet van genezen. Op het moment dat men de ziekte vaststelt, heeft men nog hooguit een jaar om te overleven. Er zijn momenteel weliswaar medicijnen die het stabiliseren, maar het is niet oneindig. Men keer dat men het vaststelt, sterft men eraan. De statistieken tonen aan dat er gemiddeld 3 doden per dag zijn als gevolg van vezelinademing. Dat is meer dan het aantal doden in het verkeer. U mag niet vergeten dat er dagelijks 125 miljoen mensen worden blootgesteld aan vezelemissie. Wij verwachten een nieuwe golf aan slachtoffers in de jaren 2032 tot 2035. Dat zijn de mensen die te werk gesteld zijn in de renovatie, de afbraakwerken en de sloopwerkenindustrie. Het is daarom zeer belangrijk dat de Codex 1996 niet alleen een papieren wet is, maar uiteindelijk ook wordt uitgevoerd door de mensen die er belang bij hebben. Er is controle. De handhaving, de handhaver, de politie, de milieuambtenaar op gemeentelijk, op provinciaal en op gewestelijk niveau. Echter mogen we niet vergeten dat er dagelijks 100 werken worden uitgevoerd door de doe-het-zelver. Er zijn gewoon niet genoeg manschappen om dat allemaal op te volgen. Maar uiteindelijk hebben we geen handhaving nodig. Het begint bij zelfdiscipline, het begint bij zelfcontrole, het begint bij burgerzin. Het zijn wij die verantwoordelijk zijn of dat de vezelemissie nog meer slachtoffers gaan maken of niet.